Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en andere kandidaten op de kieslijst van de partij hebben zich racistisch en homofoob geuit in WhatsApp-groepen. Dat meldt dus Elsevier Weekblad in een uitgebreid stuk. Elsevier laat zien te beschikken over berichten uit twee WhatsApp-groepen van Forum. Baudet appte bijvoorbeeld in de zomer van vorig jaar aan partijvrienden dat blanken gemiddeld een hoger IQ scoren dan Latino's en Afro-Amerikanen. En ook andere kandidaten van de kieslijst zouden appjes hebben verspreid waaruit volgens het tijdschrift kwalijke dampen opstijgen. Het is het laatste nieuws van zojuist. Meer erover op nws.nl en in de app van de NOS en in de latere journaals natuurlijk. Maar nu werden we vanochtend weer benaderd door een journalist van de Elsevier die zwaar geschokt bleek te zijn, want hij had al dan niet vervalste screenshots gekregen. Hij wilde ons natuurlijk niet vertellen wat er op die screenshots stond, want zo gaan ze te werk in dit soort situaties, in deze nieuwe inquisitie, in dit totalitaire denken waarin je in iemands privéleven mag gaan graven en screenshots kan gaan maken van brieven, van berichten, van e-mails, om dan de eigenlijke opvatting van iemand te ontmaskeren. Dus de gedachte is dan dat ik 15 jaar van mijn leven heb gegeven aan het opbouwen van deze beweging, aan deze visie uitdragen, 12 boeken maken enzovoort. Maar dat ik eigenlijk op grond van één al dan niet echt gestuurd screenshot van een appje, weet ik wat allemaal, eigenlijk hele andere opvattingen heb. Ik ga er niet eens meer op in. Ik heb al eerder gezegd, ook toen onze vorige penningmeester met allerlei aantijgingen kwam, waaruit dan zou blijken dat ik zou worden gefinancierd door de Russen. Nou, totale cool er ook weer. Maar goed, ik heb toen al gezegd, ik ga er niet meer op in. Ik doe hier niet meer aan mee. Deze gekkigheid, deze stupide heksenjacht. Dit zijn echt de technieken van een totalitair regime. Dit moet stoppen. Ik ga er ook niks meer over zeggen. Als mensen willen weten wat mijn standpunten zijn, kunnen ze mijn interviews zien, kunnen ze mijn toespraken bekijken, mijn boeken lezen, andere mensen van onze partij, ons verkiezingsprogramma. Alles wat wij doen is in het openbare domein gericht aan alle mensen wat we vertellen. En daarnaast zijn er misschien in privécontext ooit een grapje gemaakt, ooit een opmerking. En ik zou willen zeggen, wie heeft dat niet? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Iedereen maakt er dus een opmerking thuis. Ik heb een hekel aan sneeuw, terwijl ik eigenlijk dol ben op sneeuw, enzovoort, enzovoort. Je kunt niet op die manier mensen afrekenen. Je kunt niet op deze manier politiek bedrijven. Wij trekken hier een streep. Alertheid, solidariteit en warmte.